altijd een trui te verdienen. En dat gaan we doen bij de jongens van 11 jaar. Ik stel aan u voor, KWC Kampen, Lars Uiterwerd. FCV Geldermalsen, Nick Kerkhoff. FC Unitas Assen, David Haverdings. BMX Apeldoorn, Willem van der Noord. De wijnrijders, Inmar van der Kemp. FCC Nuland, Milan de Haas. NCC Nijkerk, Luc Gerritsen. En voor Nijverdal de lospunt is Emiel Ravenshorst. Heren, succes! Zijn we vertrokken en wie gaat Ravenshorst kloppen? Nou, Ravenshorst laat de start daar al een beetje links liggen. En dan moet hij van goede huizen komen. Maar hij zit er al naast. Hij schuift hem er al voor. Kijk dan wat voor sneller die jongen dan heeft. Dan mis je de start. En dan fiets hij gewoon om. Snelheid gewoon naar voren. Snelheid naar achteren. Dan heeft hij het helemaal wel. En hij is ook zeker zeer technisch hier. Hij gaat hier aan de leiding. Dus ik moet Ravenshorst. Maar wie gaat hem volgen? Wie gaat daar nog meer richting het podium? Dat is natuurlijk die andere man die het snel vertrokken was. De 31 plaat. Nijkerk met Luc Gerritsen. Dan lijkt mij op een derde positie momenteel, de 640 plaats van David Haverdings. Die gaat mee naar het podium. Maar vooraan, als hij geen foto meer maakt, dan wordt het de Overijsse kampioen voor vandaag, Emiel Ravenshorst. We gaan verder met de rit nummer 6, meisjes van 10.